Squash Meets presenteert Pros versus Pros. In duo's nemen pro-squashers het tegen elkaar op om hun squashkennis te testen. In deze aflevering... Laurens-Jan Anjema. Marcel Bonne. Tommy Berder, Lucas Buit, Anjema. Dus Robert-Jan Anjema, Laurens-Jan Anjema, Milou van der Heijden. Nee, een man of vrouw? Nathalie Grinham, Vanessa Atkinson, Tessa. Annelise Adé, Tessa de Sluis. Lucas Buit. Kero Schweertman, die hebben we al genoemd. Oh. Sebastian Wenning. Julia Jamin. Tjeu Dubbeldan. Oh nee. Toekomstig. Wat hebben we nog meer? Annelise, Karen Kronemeyer heeft volgens mij één keer gewonnen. Vanessa heb je al gezegd? Annelies ook? Annelies. Dan had je Tommy, je hebt Raymond Scheffer. Nee, die heeft nooit gewonnen. Wat heb je nog meer? Godverdikke me. Heel gezellig. Fennette van Vlissingen. Oh ja. Nederlands kampioen. Milou. Ja. Als ik heel vaak de bal onder de rode lijn speel. Dan? Dat zit in, wat, je zei net sokken, en wat zit er in om het vast te strikken? Daar worden wij door gesponsord. Technisch hebben. Het toernooi. DPD. Het toernooi bij in Breda. Oh, club. Bres Breda. Ja. Bres. Oh, Bres. Lekker, hè? Die ken ik. Oh, die ken ik. Meisje die hier vanavond ook is, woont nu in Engeland. Megan. En de achternaam erbij? Van Drongelen. Ingang van een baan. Deur? Ja, en waar is die van? Pas. Ja, nieuwe hoofdsponsor van het Nederlands team. Staat hier op mijn shirt ook ergens. Decathlon. Ja, dit is een club in het zuiden van het land. Erik van der Pluim is eigenaar. Maastricht. En daarvoor? Welke sport spelen we? Squash Maastricht. Ja. Dit is een Engelse, getrouwd met James Wilstrop. Twee kinderen. Kind. Had een hondje, komt in Den Haag. Heeft een relatie gehad met Laurens en Anjema. Meerdere keer Nederlands kampioen. Wereldkampioen geweest. Nederlands kampioen. Nummer 1 van de wereld geweest. Speelde met Karakal. Speelde voor Victoria Houtrus. Victoria. De rood haar. Vanessa Atkinson. Even kijken. Wereldkampioen geworden in. Oh, commentator bij Squash TV. Hier is Squash TV. Woont in Engeland. James Wilstrop. Kind. Haagse. Laurens en Anjema. Ik ken haar helemaal niet eigenlijk. Is dat mijn hond? Dit was alweer een aflevering van Pros versus Pros. Kijk hier wie er bovenaan staan. Wie support jij? Laat het ons weten in de comments en vergeet niet te liken en te abonneren. Tot de volgende!